De Grand Prix van Singapore is de volgende ronde van het wereldkampioenschap Formule 1. De race in Zuidoost-Azië wordt over het algemeen beschouwd als een van de zwaarste races van het jaar. En de coureurs hebben de afgelopen paar dagen dan ook in zware omstandigheden getraind om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de loodzware race. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Vergeet het dan zeker niet te doen. Druk even op die rode abonneerknop onder deze video. Op die manier ben je altijd op de hoogte van het allerlaatste Formule 1 nieuws. Voor nu laten we doorgaan met de video. De laatste editie van de race in Singapore vond in 2019 plaats. Vanwege de pandemie werd ervoor gekozen om de afgelopen jaren de race verstek te laten gaan. Maar in 2022 staat de avondrace gewoon weer op het programma. Sebastian Vettel kwam in 2019 als eerste over de streep voor Charles Leclerc en Max Verstappen. Dat de race op Marina Bay Circuit een uitputtingslag is, dat is wel bekend. Wij zochten uit waarom dit nou zo is. Een van de redenen waarom de coureurs vaak bezweet uit de auto klimmen na de race, is de layout van de baan. Het circuit is 5 kilometer lang en bestaat uit maar liefst 23 bochten. Ja, dat rondje maken de rijders in totaal 61 keer tijdens de wedstrijd. Het feit dat het hier om een straatcircuit gaat, is een extra factor en daardoor kunnen de coureurs zich maar weinig fouten permitteren. Ja, Singapore ligt net boven de evenaar en dus kent het een tropisch klimaat. Het gaat gepaard met zeker hoge temperaturen, want in de nacht is het zelden koeler dan 24 graden en overdag is het ongeveer gemiddeld zo'n 36 graden. Nou, dat in combinatie met een gemiddelde luchtvochtigheid van nou, ongeveer zo'n 86,5 procent zorgt het ervoor dat het voor de koers bijna altijd warm en klam aanvoelt. Bovendien kan het lichaam door de hoge luchtvochtigheid, maar moeilijk de warmte door middel van zweet afvoeren. Het leidt tot uitputtende omstandigheden nog voordat de coureurs überhaupt een meet hebben bevreden. Tijdens de race zullen de coureurs soms twee uur lang de volle focus moeten behouden. Daarom zien we veel coureurs de afgelopen paar dagen alvast in de sauna trainen of op een andere manier proberen te wennen aan de tropische omstandigheden. Eerder dit jaar werd bekend dat enkele coureurs tijdens de race geen gebruik hebben gemaakt van het drinksysteem. Dit om het gewicht van de auto te drukken. Zoiets hoeven we in Singapore zeker niet te verwachten. Gemiddeld verliest een coureur zon 2 tot 3 liter vocht tijdens een Grand Prix en dus zal naar alle waarschijnlijkheid gewoon het drinksysteem op volle toeren draaien. Want ja, vochttekort kan heel gevaarlijk zijn. Een tijd geleden hebben we ook een video gemaakt over het drinksysteem, hoe dat nou precies werkt en waarom het nou zo belangrijk is. Die link daarvan kun je vinden in de beschrijving hieronder. Ja, en als laatste is het tijdverschil ook een factor. Zo hebben de afgelopen zeven races in Europa plaatsgevonden, maar in Singapore is het zes uur later dan bij ons in Nederland. De Grand Prix van Singapore wordt om 2 uur Nederlandse tijd afgetrapt, maar dat is wel 8 uur lokale tijd. En hoewel het voor de coureurs geen probleem is om op dat tijdstip te presteren, moet er wel even geschakeld worden. Ja, de tropische omstandigheden met een circuit dat ook nog enorm veel bochten kent en dan ook nog op het hoogste niveau races. Ja, het komt allemaal samen tijdens een van de pittigste races van het jaar in Singapore. Dus was dan het dan de GPF special van vandaag. Vond je dit een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!